Dames en heren, wij beginnen vandaag aan een nieuw avontuur. Nine Souls. Het is weer een Metroidvania. Deze keer spelen wij als één kat. En we gaan gewoon op start game drukken, kijken wat er gebeurt. Nieuw game. Daar gaan we. Standard mode. Ja, dat lijkt me goed. Er klinkt een Chinese geluid. We hangen aan een rots. Die man heeft ook een lampenkap zo. Het begint alweer goed dit verhaal. Die man is ook een vrouw. En die kat ligt hier. Dit is betere dagen gekend, denk ik. Er komen tentakels uit een steen. Het is weer een heel vreemd verhaal hier. Ingewanden zijn te zien. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Hier zijn die tentakels weer. Tentakels hebben ook een girafpatroon. Dit is een geest met een fluit. Het is niet langer een geest, het is een jongetje. Die kat zit daar nog steeds vast in die rots. Een bijzondere introductie-animatie. Lekker waterpijp roken, dat doe je als je een kat bent met een jas aan. Het jongetje is hier ook. Hij zegt iets hoor. Maar hij praat wel Nederlands, verschil. Of in Nederland, Engels natuurlijk, dat zeg je nou dan. We eten gegrilde vis. Aren't you excited for dinner tonight? Garlic noodles. Oké. Ik mag, hoop dat het lekker smaakt. I won't let you down. Lijkt me goed. Hij heeft een bloem voor ons. AD is move. Oké. Ik ga achter hem aan. Spatie is jump. W is klimmen op een muurtje. S en naar beneden is drop off a wall. Oké. Climb rope. Hier is iets. Een skelet. Examine. Dead person's note. I found the exit. Een messy note. Wat gebeurt hier allemaal? Oké, drie keer klikken, dan doe je een combo. Wat vinden we hier? Een scroll. Kan ik die tent in? Nee, hier zijn die tentakels van eerder. En hier is ook dat jongetje weer. Een crimson hibiscus zoeken we. Daarboven is een bloem. Die gaan wij zoeken. Er is ook een zwijn. Met een pauwenstaart. Gaat de bloem natuurlijk opeten die wij moeten hebben.
Ja. Oh nee, hij eet hem niet op, hij neemt hem mee. Ja. Dan zullen wij de achtervolging in moeten zetten, denk ik. I'll get this flower for you. Ja. I'll wait for you here. Nou, lijkt me goed, vriend. Klim omhoog. Ziet eruit als een secret, is het niet. Press W to wall run. Jump en press A to use your grappling hook. Oké. Meestal in dit soort games moet je de grappling hook unlocken. Maar blijkbaar is dat nu niet nodig. Waar gaat dit heen? Oh, hier zijn vijanden. Als we een vijand killen, vallen ze in heel veel stukjes uiteen. Wow, kan ook blijven hangen aan een muurtje. Deze pakken we aan. Kijk. Die droppen nog geen items, die beesten. Nog niet, misschien komt het nog. Wat is hier? Ik kan hier naar rechts. Daar is het zwijn. Maar wat is er dan hier links? Een rots. Kan dit kapot? Weet ik niet. Lijkt het niet op. Pak weer eens het zwijn aan. Het zwijn is dood. Ik vind de Crimson Hibiscus. Oh ja, zo'n rots met een touw kan ik kapot slaan, maar die rots daar beneden nog niet. Is er falling damage in deze game? Nee. Hier is het jochie. Ik heb die bloem gevonden. We should head back. Ik heb ook een hoed opgezet. En zo komen we aan in een dorp. Is er een reden dat ik die hoed op heb? Misschien mag ik niet herkenbaar zijn. Go to the stalls and mingle with everyone. Ugh. Hier is een man met een masker. Die is te roeren in een pot. Hier is een zwaaiman. We hebben allemaal maskers op. Deze mensen hebben allemaal maskers op. Deze man ziet er belangrijk uit. Daar ga ik mee praten. Manjim, hij is ook manjim. Een sjamaan. Vertelt iets over de goden. Leert ons iets over de goden. Hier is een idool. Hier is een dikke man. Anu. Shenong. De man houdt niet van festiviteiten. Character bio updated. Channel. He is a conspiracy theorist. Ah, zo een. Nou, hier is het jochie weer. Non silent. Let's head inside. Ja, lijkt me goed. Even eten. Moet ook gebeuren. Hè? Hier zitten we dan.
Oh, hij gaat weg, dat jongetje uit het dorp. Hey, joh. Staan we er alleen voor, dat is het verhaal. Nog een verzoek. We zijn verhalen vertellen. Ja, yo, wat gebeurt hier nou? We summonen een vliegende vis. Een soort AI-wereld komen we in. Een soort AI-wereld. Oh, we gaan ook daadwerkelijk in die wereld. Peach Blossom Village. The night of the ceremony. Incoming signal. Dus een AI praat tegen mij. Dat is gek. De Ape Man Facility. Okay. Het klinkt al fantastisch. Do you have your mystic nymph on you? Oké. Okay. Nou, we zijn bij het festival. Hier is die conspiracy man weer. Deze man spreekt over demonen. Kijk wat hier dan gaat gebeuren in het dorp. Rennen is geen optie. Er is vuurwerk. Er is een rituele dans die hier geschiet. Kijk hier allemaal in. Het is onder festivalig allemaal hier. Hier zijn we bij de grote tempel. De tempel zelf beweegt. Zo dubieus. Iedereen gaat door de knieën. Er worden personen meegenomen. Verlies zijn hoofd. Bijzonder onaangenaam. Ze worden meegenomen. Wat hier? Ik heb de kop eraf gedraaid.
En nu is onze vriend aan de beurt. Hij bedankt ons dat we voor hem hebben gezorgd al die tijd. Hold F to attach talisman. We redden onze vriend. En we blazen de tempel op. Iedereen rent weg in paniek. Hold E to hack the platform. We zijn een kat. We kunnen computers hacken. Het platform is ook een lift blijkbaar. Dan zijn we hier beneden. Hier zijn die gasten die net onthoofd zijn. Die liggen hier. Dit is een vijand. Hold F to detonate talisman. Hold F, sorry. We hoesten bloed op. Dat lijkt me nu niet heel praktisch. Press R to use your medicine pipe. Oké. Dat zit er even apparaat. Make a save point. Ja, een root node. Hold F to generate an explosion by charging a talisman. Oké. Skill. Oh, ik heb een skill tree. Maar ik heb geen skill points. Ik kan hier ook rusten, dus dit is gewoon een save point. Als ik hier nu rust, wordt dan mijn pijp gevuld. Ja, anders zou je inderdaad kunnen zeggen, de pijp is leeg. De man is dood. Er zijn allemaal onthoofde mensen daar. Hier zie je een computer. Kan ik hacken? Wat komt er uit? Een orgaan. Bloody Crimson Hibiscus. Ape men are harvested. Het is een key item. Wat kan ik daar dan mee? Dit is een lift. Die doet het niet. Hier kan ik op. Computers, die sla ik allemaal kapot. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Allemaal onthoofde mensen. Okay, ik pak allemaal damage hier en daar. Dat is een kistje. Dat is ook een man die eruit ziet als een bos. Dood, die bosman. In het kistje zitten spullen.
heb nu ook al mijn healing items gebruikt. Dat is misschien niet heel praktisch. Allemaal machines, machines, machines. Hier weer een man. Mijn dodges weer niet on point zijn. Dit is beter. Hoe staan al die machines kapot en het levert me allemaal niks op. Oh, toch wel. Het levert me geld op. Wat ik kan met geld, dat weet ik nog niet. Iets voor later. Dit is weer een speerman. Die zou ook allemaal lichaamsdelen. Wordt hier gepeld. Oh, ik loop in een laser. Ik ben bijna dood. Ik moet healen. Dit ding kan ik hacken. Boven, beneden, links, links. Oké. Okay. Ik moest een cijfercombinatie invoeren. Oh, dat is dan waarschijnlijk zodat ik uitkom bij, een shortcut, dat ik mezelf even kan healen voor ik verder ga. Of niet. Jawel, kijk, hier is de save point, dan ga ik even healen. Rusten. Kijk, dan zijn mijn hieltjes weer terug. Maar dan respawnen ook de vijanden. Goed om te weten. Op zich wel logisch als in al dit soort games zo. Maar de lift werkt nu. Dus ik kan nu hier naar beneden. Waar kom ik dan uit? Weer bij een lift. Schilderijen aan de muur. Nou, ik pak hier elke keer damage omdat ik dom ben. Wat hebben we hier? Collecte data. Ik krijg weer wat geld. Hier rechts gebeurt weer wat. Ja. Filmpje. Filmpje. Unusual activity detected in the livestock area. Dat is een foto van ons. Incoming signal. Snappen uit deze facility. Ik denk, ik ben wel weer aan een save pointje toe. Oh, hier staat letterlijk een bord aan de muur. Save point die kant op. Tap, world map. Handig. Kijk, hier vinden we een save point. Maar, skill points heb ik nog niet. Waarschijnlijk iets voor later. Dan stel ik voor dat we hier even saven. En in de volgende video dan verder op onderzoek gaan in deze vreemde wereld. Graag tot dan. Joejoe.